de deur. Oh, kijk, welkom. We hebben beeld, we hebben geluid. En dat is een hele speciale editie waar u nu bent aangesloten. Dit is de Raceport live chat. En moet ik even de goede kant op wijzen, dat is altijd ingewikkeld. Nee, die kant. Ziet u naast mij, ziet u Colin Veijer en Zontan van der Goorberg zitten. Daar schuin boven ziet u Justin Fokkert. En daar boven mij is het natuurlijk Evert Slager, de grote man achter Raceport.nl en uw technische guru van vanavond. De mannentjes die we naast ons zien zijn vanavond in de Raceport Live, ja, zeg maar de middelbare schooleditie zitten we dan nu. De drie heren zijn alle drie samen, denk ik, net zo oud als Evert ongeveer. Dus dat wil wat zeggen. Maar het allerbelangrijkste is wel, deze drie heren hebben alle drie vandaag wedstrijden geraced. Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe uniek het is dat er geraced kan worden. En dat dat dan ook gewoon op een doordeweekse dag gebeurt. Dat is gebeurd in het, je mag dat niet meer het Spaans Open noemen. Dat heet het de Junior World Championship tegenwoordig. Maar misschien het CEV Repsol, het Spaans Open. Dat zal voor de meeste mensen toch iets bekender zijn. En daarin rijden ze alle drie in de European Talent Cup, heet het dan volgens mij officieel. En dan denk ik dat we het beste kunnen beginnen. Nou ja, laten we beginnen bij Justin. Justin, jij hebt vandaag gewoon je eerste punt gepakt in die klasse. Hoe was dat dan? Ja, wel bijzonder. Wel met een klein gelukje, want er waren aardig wat crashes voor mij uit eigenlijk. Maar toch ook wel deels eigen kracht, toch wel punt gereden eigenlijk. Dat is wel mooi. Ja, gaaf man. Eerste punten gescoord. Het was de eerste race van het seizoen voor iedereen, maar dus ook voor jou. Hoe beviel het je om gewoon vandaag weer er echt voor te mogen gaan? Nou, we hadden een week van tevoren al getest in, waar was dat ook weer? Algarve hadden we getest. Ja, daar gaan we volgende week heen. Portimao. Ja, Portimao, ja. En eigenlijk was toen het gevoel al goed, zeg maar. En we konden eigenlijk het gevoel direct doorzetten in Estoril. Dus we begonnen al op een wat hoger tempo, zeg maar. Dus ja, stap bij stap kwam ik steeds dichterbij. Dus dat is wel mooi. Ja, tof man. Ja, dan ga ik een verdiepingje lager. Daar zitten broeders in het kwaad. Colin Veijer en Zonta van der Goorberg. Ik moet er even bij zeggen. Jullie zitten natuurlijk allemaal in de paddock van het circuit van Estoril. Zonta, had jij daar al eerder gereden? Ja, afgelopen jaar. Toen had ik de vrije trainingen niet gereden, omdat ik toen bij de Red Bull Rookies test was. Maar toen was de kwalificatie en de race ook nat, dus ik had die nog niet echt goed in het droog gereden. Ja, je hebt vandaag nog wel een beetje wat meegemaakt. Wat minder nog dan je vriend die naast je zit, maar jij hebt toch wel het een en ander beleefd vandaag. Het mooiste was misschien toch wel dat je gewoon vanaf de eerste rij mocht starten in allebei de races. Ja, P3 in de kwalificatie, vooral op eigen kracht, zonder slipstream in de laatste ronde toch nog na P3 op de grid kunnen komen, dus daar wel tevreden over. En de race is ook wel goed verlopen op zich. Ja, ik heb allebei de races bekeken. Dat was allemaal live te zien natuurlijk. En YouTube en de Eurosport Player. Maar ik geloof dat YouTube wat problemen gegeven heeft. Ik weet niet of dat ondertussen weer gefixt is. Allebei je starts, vooral in de eerste bocht, vond je het wat lastig, had ik het idee. Maar ik had gewoon een goede start, kon goed van de lijn, maar ik werd gewoon zo opgeslokt in de groep. Ik had gewoon goede starts elke keer, maar ja, gewoon elke keer gewoon compleet opgeslokt in de groep. En elke keer een beetje rond plek 5, 6. En vanuit daar gewoon de race gereden. Ja, precies. Dat ging in race 2 beter dan in race 1. Misschien kan je zelf even vertellen hoe het in beide races ging eigenlijk. Je bent er nou toch? Ja, race 1 was op zich een goede start. Bocht 1 iets te voorzichtig. Dus toen viel ik terug naar een plaats 6, denk ik, of zo. Daarna viel ik iets meer terug in de groep. Plek 7, plek 8. En toen ben ik dacht, ja, ik zet even gas erop. En toen uiteindelijk zet ik de snelste ronde neer, het rondje. Ik haalde flink wat mensen in. En toen bij bocht 1 rende ik eentje uit. En toen kwamen we bij bocht 3 aan. En degene die ik bij bocht 1 net had uitgerend, die rende gewoon veel te laat. Die had nergens meer mee heen te gaan. Die beukte volop me in, wat ook viel. Dus dat was wel zonde, zeg maar. Dus ja, zonder mijn fout eigenlijk gecrashed. Ja. Je was ook echt heel erg teleurgesteld in de grindbak. Dat was echt wel heel goed te zien. Ja, gelukkig. Ja, zeg het maar. Ja, het was gewoon een goede race.
helemaal het eerste race van het seizoen gewoon eindelijk echt een goed bij kunnen zitten. Alleen dan nummer 1 was weg, maar gewoon echt goed in de kop kunnen zitten. Net de snelste rondheid en uiteindelijk op 300ste volgens mij net niet de snelste ronde gepakt. Dus echt goed bezig. En ja, dan eraf voor de gereden zonder je eigen fout. Dat is gewoon, ja, gewoon min. Ja, nou laten we dan zo even terugkomen bij race 2. Laten we dan toch even overstappen naar Colin, een dorpsgenoot van Evert. Het wegrace Mekka van Nederland is toch wel een staphorst natuurlijk tegenwoordig. Colin, ik vind het super tof dat je hier zit. Laat ik dat even vooropstellen. Want er waren zat geharde coureurs geweest die hadden gezegd... joh, ik ga de hele avond met mijn dekbed over mijn hoofd in bed liggen. Hoe ging het bij jou? Ja, natuurlijk iets minder, helaas. Maar ja, de eerste race van het jaar begonnen we redelijk goed. Kan je iets dichter bij de microfoon praten, Colin? Ja, het was de eerste race van het jaar natuurlijk. En ja, het was, ik had een redelijk goede start in de eerste race. Maar ja, ik kon, het tempo kon ik aan. Alleen af en toe wat kleine foutjes. Daarna had ik ook nog een kleine highsider, had ik gesaved. Had ik een kleine, verloor ik de aansluiting meer. Ja, en daarna, ik zat achter een Kuna. En ik wil meegaan met hem terug naar de groep. En ja, ik highside hem in bocht 10, in chicane, links omhoog. En ik highside hem helaas. Mooi joh, behalen ze. Met de Kuna bedoel je een van de jongens van het Kuna de Kampioenen team, gok ik? Ja, klopt. Oké. Okay. Hey, over gesaved highsides, de eerste kon je saven. Ik zag van jou, zondag er ook eentje in race 2, hé. Cool, leren. Dat scheelde ook maar heel weinig. Ja, die school niet heel veel. Dat was op de exit, ik vloog daar elke keer op de exit, vloog daar rond. Ik bijt even harder op het gas, weet je. Ik probeer de limietjes te rijden. Ja, dat school niet heel veel. Dat was wel een krappe. Ja, precies. Dan komen we bij race 2. Ja, ik zal het maar verklaren. Ik had het al een beetje gedaan. Helaas, Colin, voor jou toch wederom problemen. Ik kon niet helemaal zien wat er gebeurd was exact. Kan je vertellen wat er aan de hand was? Ja, race 2. Ik was van plan om gewoon punten te rijden. Gewoon rustig uitrijden. Niet te gek doen. Omdat ik wist, ik moet nu deze race punten pakken. En ik zat weer achter een Kuna. En ik zat wel weer te pushen om met hem mee te willen gaan natuurlijk. Want je wil natuurlijk niet echt ver achter iemand blijven. En ik zet aan en ik kom die chicaan uit. Ik krijg een kleine highsider. Ik saved hem bijna. Ik kwam met mijn hoofd tegen het kuiprootje aan. Die was al gescheurd. En daarna verloor ik hem helemaal. Omdat hij nog een keer terugsloeg. Ja, en toen gleed ik een heel ver stuk. En ja, helaas mocht ik niet verder. Want ze konden me niet aandrukken. Maar helaas weer gecrashed en dit keer was het echt een mechanisch probleem, want ja, de ketting stond te strak en ik kon bijna niet, ik verloor heel veel op een rechte stuk of een uitkomen op exit heel veel, dat verloor ik. Ja, over snelheid, jullie rijden in principe, ik weet niet of iedereen dat weet, jullie rijden allemaal in principe op exact dezelfde Honda Moto3 machines, daar mag heel weinig aan gebeuren. Wordt er streng gecontroleerd, Justin, om ervoor te zorgen dat iedereen echt op dezelfde motorfiets rijdt? Heb jij het idee dat dat streng genoeg is? Nou, bij ons altijd wel eigenlijk. Maar soms betwijfel ik ook wel als je echt achter zo'n Estrella Galicia team zit. En die zitten in de slipstream. En alsnog wegtrekken, dan heb ik soms een beetje betwijfels erbij eigenlijk. Maar goed. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat was vandaag ook wel duidelijk te zien. Hè? In race 1, ja. Dat is Alonso heet die van. Ja, die reed gewoon weg. Hoe kijken jullie daar tegenaan, jongens? Want dat is toch bijna niet te doen met zo'n standaard fietsje. Ja, het is gewoon heel raar. Helemaal ook in race 1 sloeg het een dik vat. Maar ook gewoon in race 2, heel de tijd zat hij gewoon in de groep. En in één keer was hij weg. Gewoon was hij gewoon weg. Kon je niks meer doen. Ja. Het zou eigenlijk niet kunnen met die fietsen, zeg maar. Helemaal niet op zo'n baan met twee van die lange rechte stukken erin. Ja, dat is toch wel apart. Ja. Wie van jullie weet er het meeste van de motor waar die op rijdt? Denk je? Ik denk, ik ken Justin, dat wij er al langer op rijden. Ik rijd pas net op de fiets.
Oké, wie kan er aan de kijkers uitleggen wat voor een motorfiets jullie precies hebben? Hoeveel pk die ongeveer heeft, dat soort zaken. Zo. Dat kan Sonta heel goed. Dat kan Sonta vast heel goed. Ja, ik zou het eigenlijk niet precies weten. Ja, ik denk rond de 40 of zo. Zoiets? Ja, ik denk rond de 40 pk. 80, 85. 50. Iwan, help die jongens eens. Jij weet dat ook. Nee, ik laat het hun vertellen. Wat weegt die ongeveer, die motor van jullie? Heb je een idee? 85 kilo. Ja. Nee, dat is, het klopt allemaal serieus goed wat jullie zeggen, jongens. 40 pk zou die in de standaard setting inderdaad volgens mij ietsje boven moeten komen. Als jullie door de pitlane lopen of door de paddock en dan zie je al die andere fietsjes, zijn er dan dingen dat je denkt, die ziet er toch wel iets meer full factory uit dan die van mij? Ja, die van Estrella altijd wel. En die van Aspach, die van Angelieta. Ja. Nou, Koen en Nino. Ja. Maar dan zie je echt een duimremsje erop, uitlaat helemaal perfect erop, helemaal nieuwe kuipen, alles plicht met nieuw, alles goed erop en eraan. Dat is wel, dat zie je wel. Dat is ook wel een mooi team. Ja, precies. Justin, dit is jouw tweede jaar. Wat mij opvalt, en dat zal jou ook opgevallen zijn, dat als er gesproken wordt over aanstormende talenten in de wegrace, dat die twee apies onder jou vaker genoemd worden door jou dan jou, dat zal jou ook wel eens chagrijnig maken, lijkt mij. Ja, nou, ook wel een beetje terecht, want vorig jaar was gewoon niet een goed jaar. Dus dan, aan de ene kant snap ik het ook wel, maar goed, hoort ook een beetje bij. Ja. En wat ga je daarom nodig hem nu ook uit, hè? Ja, bijvoorbeeld. Nou ja. En wie zit er het meest profi bij? Precies dat. Ja, inderdaad. Kijk. Ja, Justin met een sponsorwandje erachter. Als een sponsornaam, CMSNL heb je ook een sponsor, zie ik. Dat is toch wel een club die in het grote. Precies, dat is toch wel een belangrijke. Justin, wat is jouw plan dit jaar, realistisch gezien? Ik bedoel, iedereen wil wereldkampioen worden in de MotoGP, maar dat zit er dit jaar even nog niet in, denk ik. Wat wil je dit jaar gaan behalen? Gewoon echt dat ik net dit weekend begin te hebben. Gewoon proberen elk weekend voor de punten te gaan en misschien meer dan dat. Ja, oké. De punten is jouw doel, zeg maar. Punten gaan en meer als het kan natuurlijk, als je nog wat stappen kan maken. Colin, hoe zie jij dat? Wat is jouw doel dit jaar? Ja, kom voor een medium veel en top 10 rijden. Echt top 10 veel. Ja. Ik heb je natuurlijk nogal wat kunnen volgen toen je in Italië reed. Hoe is je connectie daar nog mee met het speed-up verhaal? Is die connectie er nog steeds? Ja, zeker. Die connectie is er nog steeds. Ik spreek ook wel de team. Nou, hoe noem je dat? Ja, ik weet niet hoe je dat noemt, maar we spreken sowieso nog wel wat mensen van Speed Up verder. We spreken ze nog. Oké. En wil je ook nog wedstrijden gaan doen in Italië dit jaar, als misschien daar de ruimte voor zou zijn? Of is dat echt gewoon een gepasseerd station? Nee, ik denk niet dat nog komt. Nee. Oké. Zonta, trouwens, laat ik het eerst even zeggen. Of even, vraag jij even aan de mensen die kijken of ze nog vragen hebben. Doe jij eens de officiële oproep? Ja, maar dat heb ik al gedaan, Iwan. Ik heb dus een berichtje op Facebook neergezet. En er zijn best al wel vragen binnengekomen. Dus we kunnen er zo wel een aantal aan die jongens gaan stellen. Oké. Zonta, jij bent de zoon van. Later als je groot bent, is het jouw doel om te zorgen dat iedereen denkt... Hey, die Jurgen van der Goorberg, ja, die kennen we wel. Dat is de vader van Zonta. Ik gok dat een beetje jouw doel is, of niet? Ja, dat is nou wel... Ja, af en toe hoor je wel, dat is de zoon van die dat, ja, hopelijk natuurlijk ook later een beetje sneller worden als die ouwe, dus zullen we zien. Ja, nee precies, maar is je oom Patrick er overigens ook bij, want daar werk ik natuurlijk best vaak mee. Ja. Is die ook daar? Ja, okay, cool. Patrick die gaat ook met alle ETC-wedstrijden gaat hij mee als coach, vooral. Ja. Ik weet hem ook maar vooral als coach. Kan jij vertellen hoe die taakverdeling is? Wat zei je? Kun je even delen hoe de taakverdeling is binnen het team van de Goorberg? Ja, mijn vader en Patrick, zijn zoon Thijsje, dat zijn wel mijn neef dan, die sleutelen vooral. En dan Patrick die staat dan meestal langs de baan en als het nodig is bijvoorbeeld na een crash, dan helpt hij ook wel mee sleutelen. Maar die is vooral naast de baan en die helpt mij een beetje
Ja, oké. Okay. Maar wel cool dat je neef Tiger ook meegaat als monteur dan. Dat is echt een hele familieoperatie daar. Een heel nest van de Goorbergs. Ja. Ja, cool. En wie zijn er nog meer bij? Nee, alleen maar ik, mijn neef, papa en mijn oom. Klein team. Oh, wauw. Dat is echt een mannenfeestje. Ja. Ja. Nou is de familie Veijer ook geen onbekende in de wegracerij. Daar hebben we ook een heel nest van. Waarvan er ook nogal wat ooms, denk ik, in de wegracerij in Nederland groot geweest zijn. Met wie ben jij er allemaal, Colin? Ja, nu alleen met mijn pa. Dus, okay. Want Arno die heeft het zelf druk met de zaak, volgens mij. En om met het corona gebeuren zijn we daarom ook met z'n tweeën gegaan. Ja, ja. En wie zorgt er dan voor de motorfiets? Het team? Het team gewoon, ja. Ja, hoe zit die club in elkaar? Ben jij de enige rijder of zijn er meer? Nee, er zijn nog twee mode 3 rijders en dan nog een mode 2 rijder voor het Europese kampioenschap hier. Ja, oké. Okay. Justin, jullie hebben volgens mij ook een familieteam. Bij wie wordt er zo gesleuteld en gehamerd overigens? Is dat bij jou hoor, Justin? Ja, de buurman achter ons. Die is druk bezig met afbouwen. Ah, lekker inderdaad. Even die enorme tent natuurlijk afbreken. Dat moeten jullie nog doen. Wie heb je daarvoor als hulp, Justin? Met wie zijn jullie daar? Ik ben met een klein clubje, mijn vader en een vriend van mijn vader, Remco. Ik ben een klein clubje. Oké. Okay. Ja. Ja, want de reden waarom ik dat vraag is... het is natuurlijk altijd zo dat eigenlijk jullie altijd degene zijn die genoemd worden. Altijd de namen die genoemd worden. Maar ik denk dat het toch wel heel belangrijk is dat veel mensen weten dat daar een hele schil aan mensen omheen zit. Die ervoor zorgen dat jullie dit allemaal kunnen doen natuurlijk. Want... dat zijn nogal wat mensen. Is dat zo nu dan misschien ook wel een beetje druk op je schouders? Ja, ik zal best mee. Ik vind het gewoon niet. Nee. Oké. Okay. Justin niet, Zonta niet, Colin? Nee. Oké. Okay. Ja, ik hoorde niet helemaal de vraag. Oh, nou, dat geeft niet. Helemaal. Ja, mijn staphorst is een beetje slecht, dus... nogal wat mensen die ook om jou heen ervoor zorgen dat je dit kan doen. Voel je dat niet eens een beetje zo nu dan als druk op je schouders? Nee, niet echt. Oké, okay, alright. Justin die gaat al helemaal over de stift. Ja. Oké. Okay. Zullen we er eens een paar vragen in gooien? Ja, super. Ja, komt u maar. Ja. Nou, de eerste vraag die is die is voor de Colin. En er is iemand die vraagt hoe het met je heup is nu een aantal uren na de race. Ja, in het begin ik kon gewoon niet erop staan. Ik kon er ook niet op afzetten. Ik moest via de bandenstapels terugkomen. Ja, toen kwam de ambulance er natuurlijk aan. Ja, en dan wil je wel even normaal gaan lopen, anders mag je die tweede race natuurlijk niet rijden. Maar ja, nu gaat het wel weer redelijk. Nog niet, ja, ik kan er niet op afzetten, maar ja, voor de rest, ja, het zij zo. Ja. Ik hoorde van je pa dat je tussen de eerste en de tweede race bent gaan fietsen, rondjes fietsen in de paddock, om de heup een beetje los te maken. Ja, ik heb zo lang mogelijk geprobeerd om te blijven fietsen en dat helpt er wel redelijk. Nou, hartstikke goed, super. Hey, vraag voor jullie alle drie, en beginnen we bij Zonta. Wat vonden jullie vandaag van het niveau? Er werd in mijn ogen heel hard gereden, maar er is iemand die vraagt hoe jullie nu tegen het niveau aankijken van deze klasse. Het is natuurlijk wel een stuk rustiger nou ook. Vanwege de corona zijn er best wel wat reizen, een stuk of 10 reizen die gewoon niet zijn gekomen. Ik zijn er precies weten niet, maar gewoon budgetair, maar ook ja, zijn er ook sommige teams die gewoon niet meer komen gewoon nou. Dus ja, dat is wel jammer natuurlijk, maar... Ik denk dat het niveau in de kop is wel sterk. Er zijn echt wel een paar hele snelle jongens nou in de kopgroep. Maar ik denk dat misschien het overal niveau misschien iets is gezakt. Maar vergeleken met de tempo wat ze afgelopen jaar weer reden, is dat ook weer niet. Dus het is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het niveau er jou ook wel weer hoog ligt, net als alle andere jaren. Okay. Als ik even mag invallen, Evert. Justin, we moeten toch iets aan het geluid gaan doen, want die kan niet zo niet door. Kan jij verkassen op de een of andere manier, als dat mogelijk is? Want dat gehamer, dat kan gewoon. De wc. Justin, ga dat tunneltje in. Ja, ga dat tunneltje in. Dat tunneltje. Mooi, hè, die dat tunneltje waar bij de scooter. Nee, waar de scooter stond.
Nee joh, niet als je daar bovenaan staat. Je moet een andere plek op de baan zijn het concurrenten, maar naast de baan zijn het maatjes. Ja. Ik heb het al lang gezien. Super jongens. Je kan ook gewoon op de baan staan. Daar beneden waar je scooter stond. Aan die rechterkant. Ja, zo is het prima, Justin. Ja, nou, zo is het prima. Nou, shoot off. Kijk, super gefixt. Hey, kijk. Remco Ardes fixt dat even. Super. Ja. Super. Oké, okay, nou ook dit hoort bij even snel kunnen schakelen. Ja. Oké, okay, nou dan stellen we de vraag nog een keer. Justin, stellen we hem nu aan jou. Hoe kijk jij tegen het niveau aan van de klas dit jaar? Na twee races die je nu gereden hebt. Ik denk dat het wel ongeveer hetzelfde is. Het is alleen net iets minder mensen. Zoals vorig jaar waren het. Nu zijn ook wel wat jongere gasten, zeg maar die wel hard rijden, wel iets jonger. Zoals vorig jaar zijn er heel veel gasten van een jaar 14, 15, 16. Allemaal doorgestroomd naar het junior WK. Dus daarom is er ook wel, zijn er iets minder rijders. Oké. Nou, en dan dezelfde vraag ook voor jou, Colin. Ja, is voor jou natuurlijk nieuw. Je hebt geen vergelijking met vorig jaar. Maar hoe kijk jij tegen het niveau aan na jouw eerste weekend in deze competitie? Ja, ik vind het niveau in de kopgroep en al van vandaag sowieso ook, is het niveau voorin best wel hoog. En ik weet verder niet heel veel van de klasse zelf van vorig jaar en al. Ik weet wel dat vorig jaar ook hoog lag. Nee, ik denk vorig jaar al wel iets hoger. Vergeleken met SIF bijvoorbeeld. Ja, vergeleken met SIF is het niveau veel hoger, vind ik. Ja, SIF is het Italiaanse kampioenschap, voor alle duidelijkheid. Ja. Goed, en dan gaan we gelijk door met de volgende vraag. Wie is jullie grote voorbeeld? Colin. Oei, ja. Ik. Valentino Rossi, Marc Marquez of... Even Slager. Een voorbeeld heb ik niet echt. Ik kijk wel graag naar iemand die kan redelijk goed rijden. Is gewoon Marquez natuurlijk. Daar kijk ik het liefst naar. Oké, okay. En Sotta, wie is jouw grote voorbeeld? Ja, ook wel Marquez, Mark. Ja. Nou, en Justin? Like Jack Miller, ook zoals zijn mentaliteit en zo, ja. Ik vind dat wel mooi. Ja, want die rijdt wel eens bij de familie van waar jullie de bus van bij jullie hebben, volgens mij, of niet? Ja, dat klopt. Mijn vader die heeft een compagnon bij een bedrijf met rund. En die zoon daarvan, die gaat altijd mee naar de race, zeg maar, van Jack. Die is eigenlijk zijn rechterhand bij de alle Grand Prix, zeg maar. Dus ik heb hem wel eens vaker gezien. Oké. Nou, dan kun je misschien af en toe nog een helemaal goede tip vragen. Ja, precies. Goed. Nou, helemaal goed. Justin, gaan we gelijk, dus de volgende vraag, die is ook eigenlijk voor jullie alle drie. Als jullie mogen kiezen, World Superbike of MotoGP, wat zeg jij dan, Justin? Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind de Superbikes nog iets puurder. Voor mij is het wel iets minder elektronica en alles. Maar ik heb eigenlijk geen voorkeur. Oké, en welk merk heeft jouw voorkeur? Oh, ik vind Ducati altijd wel mooie fietsen. Oh, oké. Sonta, wilt Superbike of MotoGP? Ja, toch wel MotoGP. Ja, gaat gewoon snel. Het is gewoon net wat, ja. En welk merk heeft jouw voorkeur? Ik heb niet echt per se een voorkeur voor merk. Ik vind KTM op zich wel een mooi merk, zo van heel ver gekomen. Maar dan toch proberen nou een beetje de kop te halen nog. Met goede rijders die dat erop en eraan. Dus dat vind ik op zich wel een mooi merk. En dan heb je de standaard merken Honda, Yamaha, dat zijn ook wel goede fietsen. Oké. En Colin? Jouw favoriete competitie, MotoGP, en welk merk? Ik denk Yamaha. Yamaha geniet jouw voorkeur. Oké, dan hebben we een vraag speciaal voor Sonta. En ik wil er eigenlijk één vraag tussendoor stellen, Sonta. Jouw moeder vraagt wat jij op een scooter moet. No comment. No comment. Sorry, Misha, ik heb het gevraagd.
Ik veug me al zo op het huurautoverhaal met die jongens, hè? En Sonta, de volgende vraag is ook voor jou. Waarom stond je in de tweede race niet op het podium? Ja, ik kan heel veel woorden aan vuil maken, maar dat kunnen we een beetje niet doen. Het is gewoon zonde, gewoon, ja. Nou, we komen straks nog even op de tweede race terug. Je kwam als vierde zo over de finish. Ja, hij hoort te staan, maar dan gewoon weer terug worden gezet naar vier, gewoon, ja. Dat is erop houden, we zijn niet Spaans, dus ja, dan weet je altijd wel te pakken. Ja, ik zal het even proberen uit te leggen voor de kijkers. Sonta die zat te knokken voor de tweede plek met z'n drieën. En hij kwam als vierde over de finish, maar hij stond als derde in het Park Vermee. En dat had mee te maken dat de nummer drie, die had de treklimiet overschreden in de laatste bocht en die werd eigenlijk teruggezet. Alleen toen de jongens naar het podium gingen, werd die straf weer teruggedraaid en werd Sonta alsnog als vierde geplaceerd. Dus een beetje gekke toestanden, zeg maar, in het Park Vermee. Dus vandaar die vraag waarschijnlijk ook. Ook een vraag voor jullie drieën. Is het gek om zonder publiek te rijden, zo'n wedstrijd? Sonta. Ik voel het niet heel veel anders. De ETC die heeft... Ja, die hebben nooit superveel publiek. En ik vind dat op zich wel meeviel. Want op het begin op de start en grid keek zo naar rechts. En zo bovenaan, daar stonden niet zoveel als altijd waren. Maar er stonden wel een paar mensen te kijken. Maar tijdens het rijden, het is niet WK, weet je wel. Bij de WK, met de Rebel Rookies Cup, heb je wel wat meer mensen. Bij de ETC heb je nooit superveel mensen. Dus het viel niet heel erg op, zeg maar. Oké, en wat vond jij ervan, Colin? Ja... Je merkt er niet heel veel aan van, want je hebt toch een helm op en het vizier dicht en je rijdt toch. Dus ik merk er niet heel veel van. Oké, nou, voor Justin ook dezelfde vraag nog. Op zich vind ik het nog wel fijner, want anders is altijd in de paddock is altijd zo druk met al die mensen. En ook je gewoon volgens mij scoot over de paddock jagen, dus je hoeft niet te stoppen. Sst, voorzichtig, want Misha, de moeder van Sonta, kijkt ook mee. Niet slim, Justin, ja. Niet slim. Sonta zat achterop. Sonta zat achterop. En Dorna ook. Dorna kijkt ook mee. En voor je het weet ben je je scooterstukken kwijt. Oké. Okay. Hey jongens, hopen jullie alle drie op zo snel mogelijk naar de Moto3-klasse te gaan? Dat is ook een van de vragen. Anders maar. Ja, ja. Het liefst wel natuurlijk, maar je kunt meer wachten totdat je eigenlijk, ja, gek gezegd, maar rijp bent voor om naar de Moto 3 te gaan, wanneer je er echt klaar voor bent. Ja. Nee, ik ga er wel op in als je gewoon, wat dat betreft, kun je direct op die 16e bijvoorbeeld, wanneer je in de WK mag, direct naar de WK stappen, maar de vraag is of dat slim is. En meestal is het antwoord nee. Dus ja, je kan beter gewoon kijken wanneer je er klaar voor bent en... Eerst dan nog junior WK, want we rijden nou de ETC, maar dan is er nog een klasse met replica fietsen, zeg maar. Dus echt gewoon de WK fietsen. En dan kan je daar beter eerst nog in meedraaien, dat je al heel de fiets kent. En ja, en dan overstappen. Ja. En Justin, hoe kijk jij daar tegenaan? Ook het liefst zo snel mogelijk naar de Moto 3, of net als de jongens, als je er klaar voor bent? Ja, je moet er wel klaar voor zijn en je budget moet er ook klaar voor zijn. Ja, want dat is het nadeel aan deze sport. Hoe meer gas je geeft, hoe meer geld je het jaar erop nodig hebt. Dus ja, dat is wel eens vervelend. Nog één laatste vraag, Ivan. En die is voor Sonta, maar ik stel hem ook aan Colin. Wat verwachten jullie waar jullie staan in de Rebel Rookies Cup? Die begint ook binnenkort weer. Verwachten jullie daar ook in de voorste gelederen mee te kunnen doen? Of hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik verwacht wel in de kopgroep mee te kunnen gaan, aangezien het afgelopen jaar ook al kon. En ik heb nou weer een stap gemaakt vergeleken met het afgelopen jaar. Maar niet te vergeten is dat degene die, ik weet niet hoe vaak ze geëindigd zijn in de race, maar degene die 1 en 2 stonden op de grid in de junior WK, dus met hoofd van het hoofdje en zo, die rijden ook weer in de rookies. Ja, dus we hebben wel een paar heel sterke rijders naar de rookies, dus even kijken waar we staan. Maar ik denk wel dat we gewoon in de kopgroep mee kunnen gaan en dan even kijken. Oké, en hoe kijk jij er tegenaan, Colin? Ja, ik zou het echt niet weten verder. Ik,
We hebben binnenkort een test en dan gaan we het zien. Ik hoop natuurlijk wel mee te komen met de top 15 sowieso, om punten te pakken natuurlijk. Maar we gaan het zien. Oké, okay, jongens, dankjewel tot zover. Ivan, hij is weer voor jou. Ja. Ja, jongens, ik zit een beetje te kijken naar wat er vooral bij Justin achter gebeurt natuurlijk. Ik hoor ook nog een van de radio die nog staat te tetteren of zo. Maar ik denk dat vooral het leven wat jullie leiden in geen enkele mate te vergelijken is met dat van jullie leeftijdsgenoten. In hoeverre is dat ook een factor in het omgaan met leeftijdsgenoten? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als jullie straks gewoon weer in de schoolbanken zitten en al die jochjes die zeggen, joh, ik ben lekker naar Nunspeet op vakantie geweest, en jullie zeggen, ja, ik ben even wezen racen in Estoril, dat dat toch wel een iets ander verhaal is. Kunnen jullie die aansluiting nog steeds voelen met jullie klasgenoten bijvoorbeeld op school? Nou, Justin, doe jij maar. Ja, Klojo. Ja. Ze begrijpen het af en toe niet zo goed. Nee. Nee, wat voor school doe je? Ik zit op het Thomas A. Kempis, VWO 2. Ik ga naar VWO 3 toe. Thomas A. Kempis in? Zwolle. Zwolle, oh ja, volgens mij zijn er wel 10 Thomas A. Kempissen in heel Nederland. En die boefjes eronder, hoe zit dat bij jullie? Ik ga op school op Graaf Engelbrecht. Dat is een school die ook wel speciaal zich een beetje richt op topsport. En daar doe ik HAVO. Ik ga nu naar HAVO 4 toe. Oké. Okay. En hoe lukt het om te communiceren of zeg maar een beetje met je klasgenoten? Is dat gewoon nog normaal of is dat ingewikkeld? Ja, het is met sommige klasgenoten heb ik nog steeds wel goed contact als ik weg ben. Met veel ook gewoon niet. Maar degene waar ik gewoon goed vrienden mee ben, daar hou ik wel contact mee als ik weg ben. Ja, precies. En jij bent er gewoon normaal de rest van de tijd in Breda of omstreken volgens mij, toch? Ja, als ik gewoon als ik niet in Spanje ben of ergens anders, dan ben ik gewoon thuis. Ja. Hoe vaak ben jij nog thuis, Colin? Ik bedoel, hoe vaak ben jij op je normale school? Verplichtingen. Wat is dat? School. Ja, precies. Ja, dan moet je wel wereldkampioen worden, want anders dan wordt het vakken vullen de rest van je leven. Dus ik hoop dat je toch nog wel een beetje die school volgt, zo nu en dan. Ja, nee. Ik zit op het Gredanus, eigenlijk gewoon een hele normale school. Maar ja. Welk niveau doe je? Ja, over het niveau gaan we helaas niet hebben vandaag. Vind ik niet leuk. Ja, nee, het probleem is, ik heb altijd te weinig inzet op school en dat is eigenlijk het probleem. Ik kan dat niveau kader kan ik aan, maar de inzet voor mijn kant is er bijna niet. En dit jaar moet ik dat wel gaan veranderen natuurlijk voor school, maar eerst racen. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen, ik bedoel, het is nogal een verschil. Om braaf in de schoolbanken te zitten. Ik bedoel, jullie zitten nu al te stuiteren alsof jullie allemaal een pilletje zouden kunnen gebruiken om rustig te worden. Maar als je dan in de schoolbanken zit, kan ik me voorstellen dat dat nog veel lastiger is. Hoe zit dat bij jou, Justin? Ik bedoel, jij lijkt me een beetje de meest serieuze van het drietal zo. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou ook nog wel lastig is. Ja, meestal na een raceweekend, als ik dan weer naar school ga, denk ik wel weer helemaal leeg. Zeg maar, heel energie is eigenlijk opgaan in de race. Dus ik altijd wel rustig in de schoolbanken. Ja, precies. Ivan, zullen we eens rustig naar het huurautoverhaal gaan met die jongens? Ik denk dat we hebben 40 minuten nu volgepraat. Maar ik denk dat de jongens ook nog aan het werk moeten, zo te zien. Want dan niet alles is opgeruimd. En kunnen we daarna nog even wat algemeen nieuws doen. Huurauto's, jongens, ik heb het jullie van tevoren verteld. Ik weet wel dat jullie allemaal nog geen eens een bromfietsrijbewijs hebben. Maar aan de andere kant, als je zoveel reist zoals jullie, dan moeten er dingen gebeurd zijn. Dat kan gewoon niet anders. En dan dacht ik te beginnen bij Colin. En daarna bij Justin aan te komen en dan Zonta als laatste. Colin, heb jij al een huurauto-verhaal waar we wat mee kunnen? Nou ja, het is meer een scooter-verhaal. Reken ik goed in jouw geval. Nee, we zijn heel veel met de scooter. Zijn we over de baan aan het gaan of zijn we ergens aan het plooien? En
hier omdraaien een hele... Dat is heel niet slim, ik zeg als mijn moeder kijkt. Okay. Dat is niet slim. Allemaal. Misha, hou je oren dicht. Nee. Nee, we rijden altijd heel rustig naar beneden. Ja, heel kalm. En dan gaan we bij... Gisteren. Gisteren waren we ook ergens geweest. Dan waren we helemaal ergens beneden in een dal. We wisten echt niet meer waar we waren. Op een gegeven moment, ik en Justin zijn teruggegaan met de snap. En Zonta die was doorgegaan. Naar beneden toe. En die kwam in één keer van de andere kant. Kwam die weer terugzitten met de scooter. Hobbelend aan doen. Ah, dat was wel mooi gisteren. Maar die rekenen we ook goed, Iwan. Ja, doen we. Misschien heeft Justin nog een echt huurauto verhaal. Ik heb ook niet echt een huurauto verhaal, maar wel ook een beetje scooter. Vertel. Gisteren achterop met Colin op de scooter gingen we de bult op, maar net iets te zachtjes. Dus we gingen zo weer achteruit van de bult. En een paar schaatsen zijn overgehouden. Voor de rest niks. Ja, en ik heb natuurlijk weer niks. Nee. Nergens En Zonta was er niet bij, hè? Toch? Gewoon blijven ontkennen, Zonta. Dat is het beste. It wasn't me. Ik ben er nooit bij. Ook over het verhaal van Colin was ik ook niet bij. Was ik niet. Nee, snap ik. Ja. Hey jongens, super bedankt dat jullie hier vanuit Estoril gewoon even bij wilden zijn. Jullie verhalen even wilden vertellen in deze Racesport live chat. Ik vond het echt geweldig en top hoe jullie gereden hebben. Zonta, super gereden. Justin, super gereden. Colin een beetje pech in zijn eerste weekend in Spanje. Wij wensen jullie veel succes volgende week in Portimao. We gaan jullie weer volgen. We zullen de verhalen weer op racesport.nl plaatsen. Heel veel succes op jullie reis straks naar Portimao. Dankjewel en wie weet tot de volgende keer. Super. Jongens, bedankt hè. Ja, komt goed. Jongens, de mazzel. Ja. Kijk, zo stijgt de gemiddelde leeftijd gewoon even 35 jaar hoor. Oh. We hebben rust. Precies. Ja, meester Evert. Dat was toch wel weer... Maar het is wel super gaaf om te zien dat dit soort gastjes... dat we er sowieso een aantal hebben in Nederland... die hard gaan, serieus hard gaan. En wat ik ook altijd hoop is dat een beetje doorcijpelt... dat deze jochies op deze leeftijd daar al zo ontzettend druk mee zijn... met een hele schil aan familie en vrienden en sponsoren... en van alles en nog wat eromheen... En een leven leiden wat zo afwijkt van wat normale kinderen leiden. Normale kinderen dan natuurlijk. Ja, bijzonder. Ja, heel, heel bijzonder. Ik moet even een paar dingetjes naar omzetten, omdat de jongens weg zijn. Dus ik kijk een beetje afwezig. Ja. Maar dat komt omdat ik hier ook af en toe wat knopjes moet bedienen. Dus dat is het, Het nadeel van de kleine... Dan zal ik alvast even gaan melden waar we het zo meteen over gaan hebben, als jij met je knopjes uitgespeeld bent. Er zijn natuurlijk nogal wat dingetjes aan de hand in de wereld van de wegrace. En ik denk dat eigenlijk op dit moment, voor mijzelf in ieder geval, het meest interessante verhaal toch Andrea Dovizioso is bij de MotoGP. In alle andere kampioenschappen wordt getest, dan gaan we binnenkort weer rijden, lalala. Dat gaat gelukkig allemaal goed komen. Maar de soap rondom Dovizioso en Ducati, dat is van een afstandje geweldig om te zien. Het is gewoon een enorm potje, ja, armpje drukken. Dan roept Dovi roept weer, als ik geen contract krijg, dan neem ik gewoon een jaartje pauze. Want er zijn geen zitjes meer en ik laat me toch niet afbluffen. En vandaag kwam Ducati dan weer terug met het verhaal. Nou joh, als jij geen zin hebt, dan bellen we toch gewoon Lorenzo. Dus ik vind dat toch wel heel erg tof. Ja, dat is echt pokeren op hoog niveau wat ze daar aan het doen zijn. En ja... Ik vind het eigenlijk, wat jij net ook al zegt, Iwan, ik vind het bijna een beetje lachwekkend worden. Kijk, je ziet eerst, Dovi krijgt een aanbod, accepteert hem niet, gaat Ducati vertellen, misschien wel KTM. KTM, dat gaat eigenlijk in eerste instantie aan zijn neus voorbij, omdat KTM zegt, nee, wij houden iedereen aan boord, dan gaat hier niks veranderen. Dus ja, toen was... dat pokerspelletje voor Dovi weer uitgespeeld. Vervolgens zijn ze de onderhandelingen gestopt. Ja, wat gebeurt er? Paul Espargaro gaat weg. Dus komt weer een plek bij KTM vrij. Dus Dovi klopt weer op de deur bij KTM. Om de KTM onder druk te zetten. Nou, dat verhaal gaat ineens ook niet meer door, omdat zij voor
dan hebben we Pedrucci gekozen hebben bij KTM. Ja, en nu begint de manager van Dovizioso. En die staat echt bekend. En dat is een hele goede manager hoor. En een hele nette man. Waar ook heel veel waardering voor is in de MotoGP paddock. Maar die wel bekend staat als een keiharde onderhandelaar. Ja, die gaat nu op de Italiaanse televisie het afgelopen weekend roepen van... ja, maar ja, goed, als Ducati niet doet wat wij willen, dan gaan we wel een jaartje een sabbatical nemen. Dan gaan we er een jaartje tussenuit. Ja, ik vraag me af of dat een verstandig dreigement is, want ik denk, ja, als Dovi er een jaar tussenuit... Hij heeft niks anders meer, denk ik. Want hij kan niet meer dreigen met een overstap. Dus hij heeft niks anders. Ja, dat is het enige wat hij nog over heeft. Ja, het zou nog kunnen april, ja. Hè, want het is toch wel... ja, de verwachting dat de Andrea... Dat is lijkt mij. Ja, maar ik denk dat we ons gaan vergissen welke stap Aprilia dit jaar gaat maken. Ik denk dat die een stuk dichterbij zitten. Met de nieuwe machines die ze vorig jaar eigenlijk geïntroduceerd hebben. Dus, maar ik zie hem daar absoluut niet naartoe gaan. Hoor. Want kijk, als je zoveel geld vraagt bij Ducati, dat geld gaat Aprilia nooit betalen. Dus dan maak je jezelf eigenlijk ook een beetje belachelijk. Maar goed, ze hebben dat geroepen. Dus ja, nu was Ducati weer aan zet. En riep Lorenzo vorige week nog van, joh, ik heb helemaal geen aanbod op zak van Ducati. Ik ben alleen maar door Dalinga gebeld op mijn verjaardag en we hebben het nergens over gehad. Ja, en vandaag meldt hij op zijn social media van, ik ben gebeld door Ducati en mijn management is aan het onderhandelen en te kijken van of het eruit kunnen komen. Nou, zal dat ook wel weer een beetje meevallen, want Ducati gokt echt gewoon nog wel op Dovi. En ik denk ook wel dat dat goed komt, dat ze bij elkaar komen. Maar Ducati wil nu gewoon een plan B hebben. Ja, die hebben gewoon de telefoon gepakt en Lorenzo gebeld. Die zei, joh, Dovi, niet buigen, dan gaan we toch even met Gorga praten. Nou, dat zijn ze nu aan het doen. Dus ja, de story wordt vervolgd hier, hoor. Ja, nou ja, punt is natuurlijk dat waar Ducati mee zit, en dat is ook een hele logische natuurlijk, dat momenteel door het hele coronaverhaal de inkomsten van de meeste motorfabrikanten toch in de problemen zijn. Ondanks dat de motormarkt overal stijgt. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het nu niet zo'n lolletje is om in de trein naar je werk te gaan. Maar dat als je nog een motorrijbewijs op zak hebt, je ziet dat de occasionmarkt in Nederland enorm gestegen is. Die is 30% of zo meer geworden. Dus uiteindelijk, het zal wel weer recht trekken in de motorwereld misschien. Maar ja, het is ook niet onlogisch, vind ik, dat Ducati zegt, joh, we hebben gewoon de knaak even niet. Je moet gewoon minder. Daar zou ik me ook wel bij kunnen voorstellen. Ja, en kijk, we moeten niet vergeten dat Ducati zat midden in het gebied in Italië, waar zeg maar echt de brandhaard het grootst was van het corona. Die hebben heel lang hun productie stil liggen. En heel slecht kunnen leveren. Dus die hebben echt wel een tik om de oren gehad. Alleen aan de andere kant, kijk, de kleuren van Ducati en de kleuren van Marlboro, die lopen nog steeds redelijk in elkaar over. Er zit een Audi-concern achter. Ja, kijk, en toen Lorenzo een paar jaar terug tekende, ja, was Marlboro bereid om 12,5 miljoen per jaar neer te leggen voor de salarissen van Lorenzo. Ja, en hoe dat nu precies zit, waarom ze hebben toegezegd, dat gaan we niet weer doen. Zulke extreme salarissen. Alleen het feit dat ze dat toegedaan hebben, en Dovi eigenlijk met een kwart van zijn salaris afgeschikt. Dat zit heel, heel, heel erg diep nog bij Dovi. En, ik denk ook dat het meer is van, jullie hebben me toen zo aflopen schepen. Jullie hebben wel wat water bij de bijen gedaan. Maar als jullie toen zulke bedragen voor Lorenzo konden betalen, dan kun je mij nu wel de helft van dat bedrag betalen. Ik ben 3 keer op rij tweede geworden. Ik heb de pech gehad dat we in het tijdperk Mark Marquez leven, maar anders was ik 3 keer wereldkampioen geworden op een Ducati. Dus ja, ik wil gewoon netjes betaald worden. Kijk, en dan ziet hij natuurlijk ook dat een Mark Marquez geruchten gaan bijna 20 miljoen per jaar pakt. Ja, en als hij het dan met 5 moet doen, dan vind ik die verhouding nog niet zo verkeerd. Alleen ja, hoe ze dat bij Ducati overdenken. Dat weet ik niet, maar ze komen er in ieder geval niet echt uit. Ik zou het ook wel doen voor 5 miljoen. Nou, hey, maar in hoeverre,
In hoeverre is de leeftijd van Dovi een issue, denk je? Want uiteindelijk is hij toch ook wel een beetje richting de uitgang aan het gaan, ondertussen zou je zeggen. Ja, maar kijk, ik denk dat sowieso. Ik denk ook niet dat Dovi zo lang meer door zal gaan. Maar aan de andere kant, we moeten ook kijken naar Ducati. Welke kansen, welke coureur kan Ducati erop zetten die het beter gaat doen als Dovi? Ja, wie durft het aan ook? Ja, wie durft het aan? Nou, ze hebben het geprobeerd met Vialis. Die had geen interesse, want die was eigenlijk al direct met Yamaha rond. Ze hebben Quartararo een aanbod gedaan. Die zei ook van nee, ik blijf bij Yamaha. Dus ja, er is niet zoveel meer over. Kijk, en om Lorenzo terug te halen is wel niet een klein gok, maar ik denk een hele grote gok. Als hij het op zijn heupen krijgt, ben ik ervan overtuigd dat Lorenzo naast Marquez, dat zijn op dit moment gewoon de twee mannen, als er alles klopt, denk ik zeker dat Lorenzo gewoon Marquez weerstand kan bieden. Heel veel mensen zullen dat niet met me eens zijn, maar ik acht hem echt gewoon, als hij goed in het spel zit, is Lorenzo, ik denk op dit moment misschien wel de enige bedreiging voor Marquez. Wow. Alleen, ja, zit hij goed in zijn vel? Kijk, dat hebben ze bij Ducati zijn ze ook achtergekomen. Ja, als je daar weer een jaar over moet doen voordat hij zijn vertrouwen terugkrijgt, ja, daar zit Ducati ook niet op te wachten. Ja. Maar Ducati zit wel in een lastig pakket. Nou ja, als jouw theorie klopt dat Lorenzo nog zo goed is, ik twijfel daar iets meer aan als jij. Maar als dat zo is, dan zitten ze op rozen. Want ze hebben of Dovi of Lorenzo, zou je dan zeggen. Wat kan er misgaan? Ja, maar, ja, ze hebben Dovi of Lorenzo. Ja, tuurlijk. Ik denk dat Dovi een stabielere factor is. Maar en dat er een risico is om... hoe goed is Lorenzo als hij terugkomt? Is hij weer de oude? Of is het nog dezelfde man? En begint hij net als hij bij Repsol 100 begint? Ja, dat is wel een gokje, vind ik. Ja. Hey, ondertussen begint bij mij alweer een beetje een soort planning binnen te komen wanneer er tv-commentaar gedaan kan worden. Dat zal voor jou straks ook wel een beetje gek worden. Ik denk dat het voor ons allemaal gek wordt. Want er gaat nogal wat gebeuren in allemaal dezelfde weekenden. Want vanaf augustus is het echt gewoon full pool. Elk weekend, ook motocross bijvoorbeeld. De MXGP heeft een kalender aangegeven. Als u nou nog motorsport op zeer hoog niveau wil zien, straks in Lommel, dat is echt strak over de grens in Valkenswaard. Dat is 5 kilometer of 10 kilometer over de grens. 3 Grand Prix achter elkaar in Lommel in het zand daar. Ja, dat is toch ook nog wel een hele aardige, zeg maar. En dan World Superbikes en British Superbikes en MotoGP. En die jochies die we net aan de gang gezien hebben natuurlijk. Er wordt nog even wat voor je slager. Ja, dat wordt geen makkelijke opgave. We hebben daar vorige week voor bij elkaar gezeten met de jongens. En we proberen daar een zo goed mogelijke planning voor te maken. En echt, we zijn echt iedereen binnen het team nodig om dat te fixen. Want we hebben weekenden waar 4 verschillende evenementen zijn. Waar ook nog een MotoGP en een World Superbike tegelijk is. Daar ook nog een IBM of een British Superbike of een OW Cup erbij. Ja, het worden echt bizar drukke weekenden. En we kijken er aan de ene kant naar uit. Maar aan de andere kant houden we ook wel ons hart vast van hoe gaan we dat allemaal fixen. En ja, het begint eigenlijk deze week. Komt er nog wat nieuws. We verwachten dat morgen of overmorgen Paul Espargaro dat nieuws ligt op de plank bij Honda. Dus we hebben het bericht nog niet onder embargo gehad. Maar de verwachting is wel dat het morgen of overmorgen komt. Dus komend weekend de OW Cup. De verwachting is toch dat volgende week het nieuws komt van Valentino Rossi. De plannen, zeg maar. Het zal gaan lukken. Maar hoe dat eruit komt te zien, want er zijn ook achter de schermen nog wel redelijk. Ja, en dan barst het los. En we moeten het wel allemaal vanuit huis doen, bijna. Ik moet wel zeggen van, ik voel me zeer vereerd dat ik als een van de 10 journalisten uitgenodigd ben om toch de World Superbikes vanaf het circuit te mogen doen. En, dat was wel even mooi. Even slikken, want er zijn natuurlijk honderden journalisten die dat graag willen. En, als racefort zijn we een van de 10 die er live bij aanwezig mogen zijn. Alleen, we zitten zelfs te twijfelen om dat te gaan doen.
omdat wij meer productie kunnen maken vanuit huis dan zeg maar vanaf het circuit, omdat er zoveel beperkingen op het circuit zijn. Ja. Kijk, en ook met de MotoGP, we krijgen allerlei Zoom-inlogs, mediacenters worden omgebouwd tot debrieflocaties voor de coureurs. Dus wij kunnen dus ook de coureurs gewoon de vragen stellen vanuit huis, of vanaf kantoor. Dus ja, we zijn allemaal aan het kijken, maar het zal geen makkelijk opgaan worden. Maar we hebben het 18 jaar gefixt. Maar ja, we moeten nu wat we normaal in een jaar doen, moeten we nu in een paar maanden wegstouwen. Dus het zal bijna in voor de tv zitten, maar helaas. En ja, aan de andere kant ook niet helaas, want het is het lust in ons leven natuurlijk om met de club dit te doen. En dat zal voornamelijk... Ik had zaterdagavond, was er ook alweer, daar wist niemand van volgens mij, maar er was de Speedway op die Eurosport Player ook weer. Dat is best een lollig ding. Ik krijg daar echt geen kerstpakket van of zo, maar dat kost een paar euro, 6-7 euro in de maand of zo. En dan zitten al die sporten op. Maar zaterdagavond, komende zaterdagavond volgens mij weer, Speedway uit Polen. Nou, dat is gelijk ook al vol erop. Dus wat dat dan gaat, begint de motorsport al wel een beetje te draaien. En ja, zal dat dus straks voor iedereen hard werken worden om dat wel weer een beetje onder de knie te krijgen. Maar we hebben er wel zin in. Maar ik weet dat je er zelf wat te bescheiden voor bent. Maar eigenlijk bij deze, als er mensen kijken, straks kan je verwachten dat er op racesport.nl rokende servers zijn in die weekenden. Dan eigenlijk ben je dom als adverteerder als je niet even belt met Evert hiernaast me. Want dan wordt dat gewoon aan triljarden mensen vertoond in dat soort weekenden. Want dan is het één groot gekhuis natuurlijk. En dan kan je er een paar servers erbij plaatsen volgens mij. Ja, nou goed. De eerste half jaar was het natuurlijk wat minder. Dus ik moet wel zeggen dat we hartstikke blij zijn dat zoveel mensen zijn blijven kijken. Ondanks dat er geen races waren. We misten natuurlijk wel de pieken van de raceweekenden. Maar alle motorsportfans zijn ons trouw gebleven. En daar zijn ze we zeer erkentelijk voor. En we gaan ervan uit dat iedereen straks in de weekenden weer volle bak kijkt. En dat de pieken ook weer terugkomen. Ja. En ik maar moet zeggen... Van, morgen Espargaro al ook. Ja, morgen of donderdag, deze week komt de aankondiging. En volgende week zou dan ook nog moeten? Ja, ze hebben gezegd in de week van GRS, maar ik verwacht volgende week woensdag, donderdag, zeg maar. Woensdag is de test, dus ik weet niet hoe ze het normaal doen, maar meestal is het de midden van de week, dus het zal woensdag, donderdag verwacht ik volgende week, dat daar weer de rook komt. De grap is dan ook wel dat daarna die wedstrijden natuurlijk ook onder een hele andere gesternte komen te staan. Want Espargaro weet opeens iedereen dan van dat hij naar Repsol Honda zal gaan. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat lekker valt bij KTM. Want als er één bedrijf is waar echt het familiegevoel gekweekt wordt en gehouden wordt. En jochies, dat hebben ze in de cross geleerd om jochies vanaf 7 jaar al op te pakken en te blijven in de Orange Family te houden. Paul hoorde daar toch ook ondertussen wel bij, ondanks dat hij pas op latere leeftijd erin gekomen was. KTM vindt het over het algemeen niet lollig als mensen op deze manier aan hun stutten trekken. Dat kan niet gezelliger worden in de box daar. Nee, en we weten ook allemaal dat de relatie Honda-KTM niet altijd even goed is. En dat stamt met name uit Moto 3. Alleen, en dat is nu het jammere, zeg maar, dat er geen races zijn. Kijk, normaal gesproken struin je in een... In een Grand Prix weekend, alle hospice af, alle achterdeurtjes af, je spreekt je met de perschefs van iedereen. Ja, je weet niet wat erachter zit. Kijk, en dat is nu gissen, dus dat wordt volgende week, en daarom denk ik ook hoor, dat ze voor de GRS moet dat allemaal rond zijn. Want anders wordt zo'n jongen helemaal gek gemaakt in de paddock natuurlijk. Dus die rust, die gunnen zij hem ook, denk ik. Nou, KTM heeft al gezegd dat hij wegging, dus... Honda gaat echt wel, dat voordat de eerste race is of voordat de volgende week woensdag getest is, gaan ze die druk bij hem wegnemen door te zeggen, we hebben officieel het bekendgemaakt. Maar, nou, dus die druk in de paddock wel veel minder natuurlijk nu, omdat er niet een miljard journalisten lopen en net zoveel fans. Dus wat dat dan gaat, zou die het wat langer door kunnen trekken. Ja, dat klopt. Maar even terugkomend op KTM, wat jij net zei, van kijk, KTM is natuurlijk een geweldig bedrijf. Je ziet gewoon binnen, je ziet die jongens net waar jij zegt van, ze worden eigenlijk als één familie in, of de Orange familie opgeleid. Alleen ja, kijk,
ze staan nu op een bepaald niveau. En ja, ik ben bang dat dat nog een paar keer gaat gebeuren. Kijk, op dit moment valt hij nog niet zo op. Maar Oliveira bijvoorbeeld, die wordt ook gewoon echt nauwlettend in de gaten gehouden door de grotere teams. Die gaat ook straks, als hij bij KTM aan het plafond zit, dan zie ik hem. Ja, ik zie hem daar of naar Honda of naar Ducati vertrekken. Dus ja, ze kunnen nu, doordat ze nog niet op dat niveau zitten van Honda, Yamaha en Ducati, ja, denk ik dat ze dat laatste stapje, hebben ze echt een goede coureur, ja, daar gaan ze een verlies aan een van die andere drie partijen van. Ja, die jongens willen toch winnen. En ja, ja, dat is op dit moment nog een beetje lastig op de KTM. Ja. Kijk, ja, dat is ook wennen voor ze, want ik weet ook wel dat ze, daar was je 2 jaar geleden denk ik ook bij, in Spielberg, of 3 jaar geleden is dat misschien al wel weer, ja, dat zal wel 3 jaar geleden zijn, of misschien zelfs langer, dat Pierer, de grote baas van KTM, binnenkomt in de persruimte in, op de Spielberg. En die gaat daar gewoon even doodleuk vertellen dat hij volgend jaar gewoon toch echt podiums verwacht in de MotoGP. Ja, welkom in de harde wereld die MotoGP heet. Daar zitten ze toch nog echt niet heel erg bij in de buurt. En ook dit zijn dingen, denk ik, gewoon de harde wereld van de MotoGP, waar ze even kennis maken met hele andere dingen die belangrijk zijn. Ja, maar goed, kijk, het is ook andersom. Ivan. Een jaar later, of voor mij was vorig jaar, komt dezelfde Pierre, weer op de Red Bull Ring op zondagmorgen op circuit. En die steekt zijn hand op en die zegt, jongens, ga allemaal even zitten. Hele teams bij elkaar, Moto2... alles bij elkaar en zeggen, jongens, ik heb één boodschap. Stop aan het einde van het jaar met de Moto2. Ja, waarom? Daarom, we stoppen. Doei. En hij stapt op en hij loopt naar de media en zegt, joh, ik heb het net verteld, we gaan stoppen met de Moto2. Dat is ook KTM. Ja, ja. Ja, Pierer is gewoon in zijn eentje de baas. En dat soort bedrijven hebben natuurlijk niet zoveel meer. In motorsport al helemaal niet. In motormerken ook al helemaal niet. En inderdaad, er kunnen dus rare dingen gebeuren. En dat kan ook gewoon weer omgedraaid worden. Dus, want daar zit hij ook helemaal niet mee. Pierer is al heel erg. Nou, en weet je wat ook opvallend was deze week nog, Ivan? Dat Espeleta in de Spaanse media gevraagd werd van hoe hij tegenaan keek dat Pol Espargaro naar Honda ging. En hij was daar niet verbaasd over. En hij deed daar heel vaag over, maar hij zei eigenlijk met andere woorden van ja, maar ik weet meer dan jullie weten en ik ken meer achtergrond. Dus ik ben daar niet verbaasd over dat deze stap is genomen. Ja, en dat wekt weer heel veel vragen op van ja, wat voor spelletje er nu gespeeld wordt waar wij nog geen zicht op hebben. Dus ik ben wel heel benieuwd of we dat ergens boven water kunnen toveren, zeg maar, tijdens zo'n eerste Grand Prix. Ja, ja. Ik denk dat het er al een beetje aan zit te komen. Dat is fijn. In juli begint het dan een beetje te draaien. En dan augustus is het echt... Alle weekenden zijn er motorsportactiviteiten. Ik zou zeggen, ga voor die tijd nog even gauw op vakantie. Want anders wordt het niks meer tot en met november, schat ik een beetje zo in. Nou, ik heb, om daarover te beginnen, donderdagavond hebben we geen Raceport live chat. En dat is om die reden, omdat ik mijn lieve echtgenoot beloofd heb om nog even 2 dagen er tussenuit te gaan. Want vanaf zaterdag zijn we bij de OW Cup en dan gaat het plankgas door. Dus aanstaande donderdag zijn we er niet. Kunnen we dat bij deze gelijk even melden en even genieten. Wel met een laptop onder de arm en... De raceportbezoekers zullen er niks van merken. Gaat gewoon dus, altijd door. Even 2 dagjes tussen. Ja. Hey, zaterdag de eerste OW Cup. Ik weet toevallig, ik ken iemand redelijk goed die daar voor het eerst in zijn leven een OW Cup race mee gaat doen. Even voor alle duidelijkheid. De vragen worden echt, ik sta daar een beetje verbaasd van te kijken. Er wordt bijna elke dag wel een keer door iemand gevraagd of die mag komen kijken. Het antwoord daarop is nee. Laten we het daar gewoon op houden. Je mag er niet heen. Er mag geen bezoek bij de OW Cup races komen. Helaas. Maar nee. Ze doen maar wel Ik kan dat wel even uitleggen waarom dat is. Kijk, maar wij krijgen ook dagelijks meerdere mailtjes en meerdere messages berichten van dat mensen zeggen, ja, maar wij kunnen dan rustig achter op de tribune staan. En er is dan wat is er mis mee dat wij gaan kijken. En er kunnen wel 1000 man, er kunnen wel 5000 man. Ja, we hebben al die verhalen al gehoord. Alleen, het is heel simpel. Als het TT-circuit publiek toelaat, moeten ze dat publiek registreren. Dat moeten ze dus melden voor de toegang. Vervolgens
moet de paddock afgesloten worden, want die is vol. Daar zit het maximale aantal mensen, zeg maar, met de teams, coureurs, die daar, zeg maar, vertoeven. Dus dat is vol. Maar daar moet zoveel extra maatregelen getroffen worden om dat in goede banen te leiden. Zoveel extra mensen ingezet worden om een enkele tientallen of misschien een paar honderd mensen daar toe te laten tot die discipline. Dat dat gewoon onrendabel is en niet haalbaar is. Dat zou een OW Cup weekend onbetaalbaar worden als men dat moet organiseren en dat op een organisatie terug moet vragen. Dus de TCU heeft gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan niet de investeringen doen voor deze korte termijn. Op de tribunes waar zeg maar, allemaal extra dingen moeten gemaakt worden om volgens de Nederlandse regels daar publiek toe te kunnen laten. Heel veel extra mensen moeten we inzetten. We moeten die mensen registreren. Dat is gewoon niet te doen. En helemaal al niet omdat het normaal gesproken altijd gratis toegankelijk is bij een OW-club. Dus dat is de reden dat er geen publiek wordt toegelaten de komende tijd. Men hoopt wel dat er heel snel daar een versoepeling in komt. En zodra de versoeping in komt, dan zal het TCQ ongetwijfeld daar naar kijken en proberen een oplossing te vinden. Alleen, ja, het is gewoon heel simpel. Of we gaan racen op deze manier, zonder publiek, of we gaan niet racen. En ja, dan is denk ik dit de beste optie. Alleen, hoe jammer het ook is voor het publiek. Ja. Dan denk ik dat wij aan onze tijd zitten, Evert. We hoeven geen hero-te meer verhaal te doen, want dat hebben die pubers die hebben dat al opgelost met scooterverhalen. Misha, wat je hoorde, is gewoon niet waar. Hij was er gewoon niet bij, die kleine Zonta. Maar ja, dat loopt natuurlijk altijd een beetje bij dat soort gastjes. Dat die de hele dag eigenlijk toch wel een beetje een soort van rond aan het hangen zijn daar in de paddock. Blijft toch altijd wel mooi om dat te horen. Absoluut, Iwan. Goed, we gaan er een eind aan breien. We hebben weer een uurtje, of ruim een uur zelfs. Dan zitten we met z'n tweeën te praten en dan gaan we nog over de klok van 9, Iwan. Maar goed, laten we maar ophouden dat het gezellig was met de jonkies in het begin. Een iets andere opzet in het begin. En dat hebben we geprobeerd deze keer te doen met de jongens vanaf het circuit. Nou, we hebben gemerkt het geluid, de beeld. De jongens zitten ergens op het circuit waar de herrie nog is. Maar we zijn aan het kijken of we dit vaker kunnen doen straks na een Grand Prix weekend, na een World Superbike weekend, waar ook Nederlanders actief zijn. Dat we op deze manier contact kunnen zoeken en op een maandag of op een zondagavond korte stukjes op deze manier online kunnen zetten, zeg maar, met de toppers in de World Supersport en in de MotoGP wereldkampioenschap. Dus dat is denk ik geslaagd. We wilden het die jongens niet aandoen om een hele uur vol te praten. Ze zaten op de mobiele telefoon van hun vaders, denk ik. Dus ik denk dat de data limit inmiddels wel wat bereikt is. Maar het was gewoon leuk om te doen. Iwan, we hebben daarna nog even gepraat. Super bedankt weer voor je medewerking, ook deze keer. Bedankt voor het kijken voor iedereen die het gevolgd heeft dit laatste uurtje. En wie weet tot snel. Hebben jullie ervan genoten? Laat gerust een bericht achter. Vinden we hartstikke leuk om even te horen wat jullie ervan vonden. Tot de volgende keer. Dus niet aanstaande donderdag, maar volgende week zijn we terug met een Race Sport Live.